Het is wel leuk dus. Ja. Anders deed je het natuurlijk niet. Ja, dan worden ja samen. Fantastisch. Ah, very good. Het grote avontuur gaat beginnen. Barney. I'm a lord. Eat? Ja, dat zijn die vogels of wie. Die bomen zijn helemaal. Ik heb de hele lood er maar van. Frank? Yeah? Are you seeing? You see? Hoe heet die dingen? De pups, zeg maar. You can listen and then you have... You see the oysters? Yes, you can see the oysters. Yeah. Yeah. Interesting. Foto's die gemaakt toen ik er doorheen liep, dan heb je de meeste vrijheid van handelen. Nu beweeg je, hè? Paparazzi, mooie foto, omelet. Omelet? Ja, spaghetti, spice. Macaroni. Ja. Uncle Ben's rice. Ja, Uncle Ben's rice, ja. You like it? Ja. Yeah. Dat doen we straks in het restaurant. Ja, dan verrekenen we het wel even. Ja. Oké, dit dat. If you like it, you can feel it. Spaar. Ik kom daar bij je nog af, want ik denk dat het pas voor de woorden.
als heer van stand hier wel even. Ah, komt dadelijk wel. Oh, daar staat hij heel mooi. If I used to come there, I would love in Boru, then I got a cake with this. Then you love in over the city, boy. The old woman harvesting the rice. You know, sometimes when they harvest it, they make it like this. They tie it with your one plate. Okay. To pay the car, but to have money to pay the car is difficult to them too. So it's not easy. So sometimes they carry it to their head. So it's hard for them. And then when they harvest it like this, sometimes they make more than 200 bunch of this rice. I see. Yeah. Maluma. My sister is married to my relative. Not only the men. So some women, they have mutual understanding in that to help their husbands
But some they don't have mutual understanding to help their husband. Yes. They always try everything, they leave everything in the hands of their husbands. Yes. So some of them they try 50-50. Yes. Husband do 50, husband do, woman do 50. Yeah. Yeah. Okay. Maar hier staat ook alweer zo'n grote baalbak. De farafet, si karamam. Is daar het zitten vol? Je moet de lamin los. Dat is het net best wel leuk. Ik zit niet echt op een stand.